Professor, professor! Hallo? Hallo? Hey, professor. Hi, is alles gereed voor morgen? Jazeker. Oké. Kun je me eens wat laten zien, of niet? Natuurlijk, loop gelijk met me mee. Oh, ik ben heel erg benieuwd of dat het gelukt is. Ik heb er zoveel zin in. Het is zeker gelukt, Giel. En ik denk dat het allemaal gaat verlopen zoals je zou willen. Oké, nou, dat is fijn om te horen. Kijk eens aan. Loop maar even mee naar het wc van de gemeentehuis. Kijk. Oh, het is gelukt. Oh, professor, dit gaat zo mooi worden. Dit gaat echt leuk worden. Dit gaat echt superleuk worden. En dan hierboven is nummertje 2. Kijk, daar staat hij. Oké. Oh, nice. En dit heb je in meerdere gebouwen gedaan? Dit heb ik in meerdere gebouwen gedaan, ja. Oké, en ze kunnen niet lopen, toch? Alleen aankijken. Inderdaad, ze kijken je ook aan. En jij moet je dus ook goed als een kloon gaan gedragen, Giel. Je moet je dus ook de hele tijd met je hoofd zo meekijken. En je moet echt mensen aan blijven staren, zeg maar. Ja, dat is een goeie. Dan gaan ze het verschil nooit zien. Oké. Dankjewel, professor. Je wordt bedankt. En ik heb hier nog je betaling, heb ik hier. Yes, hier, kom maar. Hier. Alsjeblieft. Hopsakee, dankjewel. Oké, fijne dag, hè. Hetzelfde, doei. Ja, sorry, ik heb nog helemaal niet aan jullie uitgelegd wat we morgen gaan doen. Ik wil dus morgen omgekeerd verstoppertje gaan doen. En ik heb al een brief daaruit gestuurd naar Mick, de pro en de noob. Maar het enige wat zij nog niet weten, is dat het dus met clones is. Dus zij moeten dadelijk de goede Giel gaan kiezen. En er zitten dus eigenlijk gewoon in elk gebouw dadelijk 3 Giels verstopt. Nou, dit wordt echt geweldig. Ik kan niet wachten tot morgen. Oké, het is de volgende dag. En hallo, jongens. Hallo. Lekker te wachten. Hallo. Ja, zeker. Dan ben ik er. Ja. Hebben jullie zin om verstoppertje te spelen? Ja. Zeer zeker. Heel veel zin. Ja. Oké. Dan vallen 4 diamonds te winnen vandaag. Waar is de noob nou? Ik was al verstoppertje aan het doen. Nou, vandaag ben ik de enige die gaat verstoppen, jongens. Dat had ik jullie nog helemaal niet verteld. Dan wordt het wel heel makkelijk. Oké. Ja, nou, het ding is dus... Weet je wat? Ja, ik ga het wel uitleggen. De professor heeft mij geholpen om dit voor te bereiden, want... In elk gebouw waar we vandaag een ronde gaan doen, staan nog 2 Giels verstopt. 2 clones van mij. Nog meer Giels! Ja. Dit gaat toch niet meer zo... Dit gaat toch niet weer zo'n probleem worden als die Giel die in de cel zit? Nee. De professor zegt dat hij ze allemaal weg kan halen. Oké, dus het moet vast helemaal goed komen. Maar jullie moeten dus in elk gebouw de goede Giel gaan zoeken. En ja, dat zijn er telkens 3 verstopt. Ik heb hem gevonden. We hebben hem. Jullie mogen met z'n allen tot 60 tellen. En dan gaan we de eerste ronde doen in het gemeentehuis. Oké, waar moet je tellen? Hier of in het gemeentehuis? Ja, bij de wensput. Oké. Ja, en dan komt Noobie, het gemeentehuis binnen. Ik tel wel, ja? Niet jij. Ja, 15. Succes. Jongens, wel goed tellen, hè. Oké, ik ben hier bij het gemeentehuis. En hier weet ik dus al waar mijn clones verstopt zitten. Maar dit wordt wel lastig, want dat betekent dat er overal al een paar verstopplekken bezet zijn. En iedereen moet dadelijk dus 1 kloon uitkiezen. En degene die de meeste kloons goed heeft, die wint dus de diamonds. Ja, zo gaan we dat dus doen. En ik denk gewoon dat ik hier ga staan. Ik hoef ook niet per se een hele goede plek te vinden. Het enige wat ik moet doen is me gedragen als een kloon. Dus ik moet ze de hele tijd aan gaan kijken. En dit moet wel goed komen, denk ik. 58. 59. Nee. Noobie, we hebben al tot 3 60. Minuten geteld door jou. Oh, wow. Oké, kom maar. We gaan hem pakken. We gaan hem zoeken. Ja, ik ga als eerste naar binnen. Dan heb ik sowieso gelijk de allereerste... Ik ben echt vlak achter je. Ik ga binnen. Oké. Giel zat sowieso boven. Ik ga boven zoeken. Ik ga ook boven. Ik ga naar boven. Nee, ik ga naar boven. Ik heb hem gevonden. Dit is echt Giel. Nee. Ja. Die wilde ik. Ja. Jongens, ik kan jullie vertellen. Daar zit er ook nog een. Ja, ik zie hem al. Ik mag toch wisselen. Mag ik? Nee, ga terug. Nee, deur dicht. Ik pak deze. Ik heb hem ook gevonden, maar ik denk niet dat hij het is. Oh jongens, ik kan jullie vertellen dat er 1 iemand bij mij staat op dit moment. Wie dan? Oké, wie dan? Ik denk de pro. Nou, ik ga nu springen en op het moment als je het goed hebt, dan zie je me springen. Oké. 3, 2, 1. Kom op. Baba! Nee! Ik heb wel gewonnen! Was dan toch maar gewisseld. Ik had wel moeten wisselen. Maar je lijkt er zo erg op. Dat is zo raar dat jij dat niet bent. Oké, ik heb hier een boek waar ik de punten in bijgehouden deze hele video. En Noepen kan je vertellen dat jij als enige 1 punt hebt. Dus gefeliciteerd. Ik heb de enige 1 punt. Yippie. Ja, leuk voor je. Oké, jongens, we zijn nu bij de bank. En hier zitten al 2 clones van mij verstopt. Maar ik ga me ook verstoppen. Ik zou zeggen, tel weer tot 60 en dan ga ik me verstoppen. Doei. 1, 2, 15.
Oké, ik ben hier in de bank en hier heb ik kloon 1 al gezien. En waar is kloon 2? Waar is kloon 2? Even kijken. Hier is kloon 2. Oké, ik ga me hier dus verstoppen. Alleen wordt het een hele lastige plek om me te verstoppen. Er staat hier een kloon en er staat hier een kloon. Oké, dit is echt een hele kleine ruimte, besef ik me nu. Weet je wat? Ik ga gewoon hier zo staan en ik ben benieuwd wie mij als eerste gaat vinden. Nee, wacht, ik moet wel een beetje overzicht hebben. Want ik moet natuurlijk degene die het meest dichtbij staat aankijken. Want dat doen mijn clones dus ook. Oké, ik denk dat ik hier wel goed sta, ja. Ja, laat ze maar komen. 56, dirt. 57, dirt. Ja, 58, 59. 60, dirt. Hoe werkte dat? Dat werkte ja, dat kan niet opeens wel tellen. Even kijken. Oké, dat is sowieso een kloon, Giel. Kom op. Ik ga, ik pak deze. Nee. Jongen. Ik pak deze. Oké, dan pak ik deze. Ik pak deze. Ja. Deze beweegt. Ja, deze mag Mick, wil je ruilen misschien? Nee, dit is sowieso kloon Giel. Nee, we ruilen wel even. We ruilen Nee, ik ga niet ruilen. Pak jij die. Want van ruilen komt huilen en ik wil niet huilen. Wie is nou de kloon? Wie is nou de echte? Ja, hij volgt me wel, dus het kan ook een kloon zijn. Maar ik ga niet ruilen, want ik weet zeker dat ik er dan spijt van krijg. Nou, kom op, nou, we ook okay, niet... Oké, jongens, heeft iedereen er een uitgekozen, of ja, niet? Ja, ik heb de winnaar. Okay, deze hier. Oké, top, dan ga ik springen in 3, 2, 1... Yeah! Nee! Let's go! Woehoe! Zie je maar dat ik niet ik wil wel een ronde winnen, hè? Ik heb je meteen even een puntje gegeven in het boek. En jongens, we gaan door naar de volgende ronde. En jongens, jullie hoefden niet ver te lopen, want we zijn nu bij het huis van Mick. En Mick, zonder dat jij het wist, heb ik eventjes wat clones in jouw huis verstopt. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden, maar hey, ik ga diamonds winnen, dus prima. Ik denk het niet. Ja, trouwens, je bent al best wel op weg. De pro heeft 0 punten, de noob 1 en Mick ook 1. Dus op zich... Yeah. Ja, pak de hele tijd eentje voor mij. Dat is toch niet. Ja! Nou, pro, je moet mij gewoon een keertje vinden deze ronde. Ja, maar ja, ik ga me goed weer verstoppen. Succes met tellen, jongens. Oké, nu doen we het met deze. 1 slap. Kan je dat ook? Dat is een halve. Slap is een halve steen, dus is een halve. Nee, gewoon met dubbel blijven doen. 1 oogmoed, 2 oogmoed. 15. Nee, je moet met dirt doen, Mick. Ja, moet ik heb geen dirt meer. Ik ben hier in het huis van Mick, alleen heb ik nog geen enkele kloon gespot. Eens even kijken, is er dan hier eentje? Nee, ook niet, hè? Waar zijn die clones? Dit is echt heel erg raar. Waar zijn ze nou? Waar zijn ze nou? Oh nee. Waar zijn die clones? Oké, hier staat er eentje. En dan moet er ergens nog eentje zijn. Kloon, hallo. Hallo? Oh, ja, kijk, hier staat er een. Oh, dat is best een goede plek. Oké. Waar ga ik zitten? Ik vind het echt lastig. Ik denk dat ik me het beste hier zo in die slaapkamer van Mick kan verstoppen of zo. En dan gewoon hier zo... Nou, laten we zeggen hier zo. Ja. Dit is een goede plek. Nu ga ik gewoon gelijk iemand aankijken als hij binnenkomt. En dan moeten ze er wel weer voor vallen, toch? Easy. En noep, zijn dat de 60? Nee, dit is 55 en nu heb ik 56 bij gegooid en dit is 57, 58, 59, ja, je mag wel 60. Iets sneller... Ja, ja okay. Go! Oké, dit is mijn eigen huis, dus ik moet hier toch wel de echte Giel nee, kunnen winnen. Ik ga helemaal naar boven deze keer, Mick. Laat mij als eerst, laat mij voorop. Ja, kom op, hier. Okay, ja, ik heb hem! Ik ga hier. Ik heb er ook één! Oké, zijn snel! Jongens, lukt het een beetje met zoeken, of niet? Weg, ja, deze is van mij. Ruilen? Nee. Je moet zo niet. Nee. Auw. Nee. Dicht. Ik kan niet eens een Giel vinden. Oh, nou, ik heb de echte. Dat weet ik wel zeker. Waar is die dan? Deze kijkt heel dom uit je ogen namelijk. Nee, noep. Andere pak. Ik heb deze. Mick, je weet dat we er allemaal hetzelfde uitzien, hè? Dat mag ik niet zeggen. Ik weet niet waar de laatste is. Ja, ja. Ik weet niet waar mijn Giel is. Is die beneden? Mick, volgens mij zijn alle clones allemaal even beneden. Ja, ik heb er één gezien. Hebben jullie allemaal een Giel gevonden? Ja, ik heb een Giel gevonden. Ja, ik heb er één gevonden. Ik weet niet of dit... Ja, dit is... Nee, ik weet het niet. Oké, nou jongens, dan ga ik springen in 3, 2, 1 en... Yes! Oké, nou dan ga ik jou gelijk ook even in het boekje zetten. Zo, ja, 1, die kan je slaan ook, de echte. Wat? Sla... Hey, ja, dat klopt. Maar dat mag je niet doen, dat is vals spelen. Oké, jongens, we zijn hier bij de boerderij aangekomen. En hier ga ik mezelf weer verstoppen. Ik zou zeggen, succes met tellen. Ik ga me weer verstoppen. Doei. Oké, Noob, begin maar met tellen. Je weet hoe het gaat nu. 1, 2, 3. Oké, ik kom hier binnen en ik zie hier gelijk een kloon van me staan. Oké. Waar ga ik dan staan? Oh, nee. Ik weet niet waar ik een goede verstopplek kan vinden. Oké, daar staat er ook eentje.
Waar ga ik dan staan, mensen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Misschien dat ik hier buiten... Ja, buiten staat er geen. Dus het zou in principe wel logisch zijn. Misschien... Ja, weet je wat? Ik ga gewoon hier staan. Dan sta ik gewoon meteen in het zicht. En dan ben ik heel erg benieuwd wat ze gaan doen. 58 schaapjes, Noep. Hey, 59 schaapjes. Nee, 60! Ik heb Giel gevonden. Nee, ik heb Giel gevonden. Ik mis een blokje terug. Oh, nee, Mick. Die wil ik. Die wil ik. Ik wil die Giel. Oh, oké. Okay. Nou, dan ga ik een clone zoeken. Oké, okay, ik ga ook een clone zoeken. Nee, even kijken. De boerderij. Oké. Okay. Er staat hier in buiten. Er staat hier in. Ja, er staat daar ook in. Maar waar is er nog in boven? Oh, ik pak boven. Ik pak boven. Ik ga... Ik weet het niet. Ik ga ze even allemaal even heel goed aankijken. Noep, ga ze aan de kant even kijken. Ik ga voor deze. Ja, ik ga voor die buiten. Oké, en deze is dit Giel? Dit is ook Giel. Oh ja, jongens, ze zijn eigenlijk allemaal Giel, hè? Oké. Noep. Ruilen voor één blok... Wil je ruilen voor één blokje ducht? Twee blokjes ducht. Oké, twee blokjes ducht. Ja, maar ik dacht dat het wel twee blokjes ducht. Okay. Nee, ik denk... Dat is mijn blokje dicht. Ja, pak hem snel, hup, nou weg. Ik pak deze. Oké, jongens, hebben jullie allemaal een clone uitgekozen? Of de echte Giel, dat kan natuurlijk ook. Ik heb de echte Giel. Ik heb de echte. Ik heb de echte. Oké, dat was cool. Ik heb er zelf voor betaald. Hè? Ja. Maar die tijd, ik ga springen in 3, 2, 1. Ja! Nee! Ik heb hem! Let's go! Nee, dit is stom. Dus dat betekent dat Mick weer een puntje erbij krijgt. Ik sta voor. Ik sta voor. We hebben nog één ronde. En Mick staat voor, inderdaad, met 2 punten. Jullie hebben allebei 1 punt. Dus het kan nog een gelijk spel betekenen. En dan moeten alle diamonds verdeeld worden onder de winnaars. Nee, dat wil ik niet. Helaas, dus winnen. Zo is er nou eenmaal. Ja, dan ga ik gewoon winnen. Nou, kijk, dat kun je ook doen. Dan kun je ze allemaal mee naar huis nemen natuurlijk. Ja, dat doe ik. Oké, jongens, de laatste allesbeslissende ronde. En ik ga me verstoppen. Succes met tellen. Wij tellen wel. Jij hoeft niet te tellen. Okay. Jij hoeft niet te tellen. Oké. 1, 2, 3. Oké, ik ga hier naar boven en eens even kijken. Waar zijn mijn clones? Ik weet het niet. Even kijken. Misschien hier. Oh ja, hier staat er eentje in de badkamer. Oké. Misschien moet ik dan ook in de badkamer gaan staan. Oké, hier staat er ook één. Oké, waar kan ik dan verstoppen waar de rest nog niet is? Waar kan ik dan verstoppen waar mijn clones nog niet staan, zodat ik een beetje een originele plek heb? Je gaat me toch niet vertellen dat mijn clones beter kunnen verstoppen dan dat ik zelf kan verstoppen? Blijkbaar dus wel. Oké, eens even kijken. Ik denk dat ik gewoon... Oh, ik ga hier in het water staan. Ja, dat is ook wel een goede. Ja, ik denk dat dit wel een goede plek is. 58, 59, 60. Go. Ik ga naar boven. Ik ga naar boven. Ik pak dit zwembad. Nee, die ben ik. Oké, maar ik wil niet in het zwembad. Oké, pak jij die maar in het zwembad, Noob. Nee, jij mag deze. Die hebben. Ik heb al een nieuwe gevonden. Nee, jij mag niet in het zwembad, Noob. Nee, ik wil ook deze. Oké, dan pak ik die wel. Ik heb er alleen. Oh, heeft iedereen nou een clone gevonden? Ja. Ja. Echt? Heeft iedereen er alleen? Ja. Oh, jongens, dan is het nu eigenlijk dadelijk duidelijk wie er heeft gewonnen. Ik ga het bekendmaken in 3. 2, 1 en ja, Mick Let's go! Mick! Oh, ik had toch degene in het zwembad moeten pakken. Ja, ik wilde nog ruilen, Noobie. Ja, ik ben echt zo eigenwijs. Nou, hier, alsjeblieft, gefeliciteerd. Je hebt 4 diamonds gewonnen. Woehoe, let's go! Goed gedaan, Mick. Ik hoef geen dirt. Gefeliciteerd. Klik hier voor de volgende video van Mick. Vergeet ook zeker niet mee te spelen op deze Minecraft server. Dat kan via play.kleurstad.nl. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een nieuwe video. Doei doei. En klik nog snel even hier.